ook bij informatieoverdracht van zender naar radio, van radio naar ontvanger. Overal komt het verschijnsel golven tegen. En dat verschijnsel kun je ook vastleggen. Bijvoorbeeld. Oftewel, je hebt natuurlijk wel een paar toepassingen voor nodig om dat vast te leggen. Daar gaan we het een keer over hebben. We starten even met een voorbeeldje van zo'n vastlegging van een trilling. Het is een ECG, ja, een hard filmpje. Je kunt natuurlijk eerst afvragen van ja, maar is dit eigenlijk wel een trilling? Nou, eventjes weer terughalen. Een trilling, wat moet er zijn? Dan moet het zich om vaste tijd herhalen. Nou, dat lijkt wel aardig. En er moet een evenwichtstoestand zijn. Er moet dus een vaste rusttoestand zijn. Nou, dat is met een hart ook zo. Het is niet zo gezond, maar ja, het is wel zo natuurlijk. Hè. Als het stilstaat, staat het ook echt op een vaste plek stil. Hoe groot is de trillingstijd hier eigenlijk? Nou, wil je uit een grafiek iets halen, dan moet je altijd een zo groot mogelijk deel van een grafiek gebruiken. Dus van de ene piek tot de andere piek, dan ga ik hokjes stellen. Want kijk, ik weet dat één hokje is zoveel secondes. Dus, ja, 6 trillingen heb ik hier. En ik tel 35 hokjes. Dus 35 keer die 0,125. Dan krijg ik dus zoveel secondes. Oftewel, 1 trilling duurt die 4,375 gedeeld door 6. En dan krijg je dus een trillingstijd van 0,729 secondes. En hoeveel is dat per minuut? Want dat is eigenlijk bij een hartslag natuurlijk wel het meest logisch. Hoeveel slagen per minuut maakt het? Dan ga ik eerst de frequentie berekenen. Ik weet de trillingstijd, dus frequentie is 1 gedeeld door trillingstijd. Is dus zoveel hertz, oftewel zoveel slagen per seconde. En ik moet niet per seconde doen, maar per 60 seconden, dus keer 60. En ik kom op 82 slagen per minuut. Netjes. Het vastleggen daarvan kan natuurlijk ook elektronisch. En dan krijg je zogenaamd oscillogram. Bij een oscillogram moet wel een schaalverdeling bekend zijn. Dat is vaak gegeven. In dit geval hier krijg je dus horizontaal dat ieder hokje 2 milliseconden is. Hè, dus 2 ms-diff betekent 2 milliseconden per hokje. En verticaal is 1 hokje gelijk aan 2 volt. Vraag is bijvoorbeeld, wat is de trillingstijd van het bovenste signaal en frequentie? Nou, ook hier, net als met ECG, een zo groot mogelijk deel moet je erbij halen. Dus dit stukje, ja, tel maar even hoeveel trillingen ertussen zijn. Het zijn 4 trillingen. En 4 trillingen zitten op 8 hokjes, dus 16 millisecondes. Oftewel, trillingstijd is 60 gedeeld 4 is 4 millisecondes. Frequentie is 1 gedeeld t. Let op, t moet wel in seconden. Oftewel 1 gedeeld door 4 keer 10 tot de macht min 3. Als je wilt uitrekenen, vergeet de haakjes niet. En je komt op 250 hertz. Verticaal, hetzelfde iets. Stel je voor, je wilt de amplitude van het bovenste signaal hebben. Ook hier, zo groot mogelijk deel neem je ervan. En dat zijn 2,6 hokjes, dus 5,2 volt. Maar dit is niet de amplitude, want de amplitude is de helft ervan. Dus 2,6 volt. Tot zover eerst even de elektrische toepassing. We gaan weer terug naar informatieoverdracht. Stel je voor, je hebt informatie. Ja, en we gaan eventjes normaal te werk. Dus lekker op papier. Ja, je schrijft een brief. En dan wil je die verzenden. Dus wat doe je? Je doet hem eerst in een envelopje. En de envelop doe je op de bus. En die wordt verzonden. En één keer aangekomen, wordt weer uit de envelop gedaan en, jawel hoor, gelezen. Missie compleet. Oké, de informatie wordt dus overgedragen van zender naar ontvanger. We gaan dat eventjes bekijken hoe dat met golven gaat. Ja, de informatie, dan wordt het geen brief, maar een golf, bijvoorbeeld een geluidssignaal. En dat willen we versturen. Dan wordt het geluidssignaal eerst ingepakt. En het geluidssignaal wordt er ingepakt, dat wordt moduleren genoemd. In plaats van een envelop wordt het geluidssignaal ingepakt op een draaggolf.
wordt dus op een draaggolf gezet. En dat is in dit geval een radiogolf. En één keer aangekomen wordt het weer van de draaggolf afgehaald. En dus het wordt uitgepakt. En dat wordt demoduleren genoemd. Ja, het woord moduleren, dat komt in feite wel vaak voor zonder dat je het erg in hebt. Namelijk dat zit in de AM en de FM. AM betekent amplitude modulatie en FM frequentiemodulatie. En dat zijn de twee afkortingen die je tegenkomt bij een radio. Ja, een radio heeft een AM en FM afstemming. Oké, twee soorten modulaties. En we kijken eerst even naar amplitude modulatie. Ik heb een geluidsgolf en die wil ik op de draaggolf zetten. En dat doe ik met behulp van amplitude. We kijken eventjes naar een geluidssignaal. Ik kijk even alleen naar het eerste stukje. En het eerste stukje dat begint met een amplitude van 2. Daarna gaat de amplitude omhoog, ja, naar 2,8. En daarna gaat hij weer naar beneden toe. Ja, daar is hij 0. En daar is hij min 2,5. En daarna weer naar 0, maar die laat weer eens eventjes. Dat zet ik op de draaggolf. De draaggolf heeft zelf een constante amplitude. Als hij dus geen signaal heeft, dan is de amplitude daar gewoon overal constant. En de amplitude van het geluidssignaal, dat zet ik erbij op. Dus het is, ja, dan krijg ik deze vorm. En hoe krijg ik deze vorm? Nou, kijk, in het begin had het geluidssignaal een amplitude van 2. Dan zet ik die 2 erbij. Ja, niet alleen daarboven natuurlijk, maar daar beneden komt die 2 er ook bij. Daarna loopt hij op naar 2,8. 2,8. Dus ja, je ziet de amplitude inderdaad een beetje toenemen. En daarboven komt hij plus 2,8 en daar beneden komt er ook 2,8 bij. Daarna gaat de amplitude naar 0 toe. Kijk, en daar is hij weer 0. Dan is hij dus draaggolf, wordt dan weer gewoon als amplitude 8. En boven en onder natuurlijk hetzelfde. En de geluidssignaal krijgt een uitwijkende amplitude van min 2,5. En min 2,5 betekent dus dat je daar 2,5 beneden de 8 zit. En ook hier weer boven en onder min 2,5. En zo ga je dus hier al die amplitudes bij langs. En al die amplitudes, ja, die doe je hier erbij of eraf, zodat je dus hier een gemoduleerd signaal krijgt. Ja, totaal kom je dan op deze situatie, geluidssignaal en draaggolf, en die zet je bij elkaar. Ja, dus dan leg je ze over elkaar heen en daarna moduleren en dan krijg je dus dit als resultaat. Dit is dus de draaggolf waarbij het geluidssignaal erop wordt gezet met amplitude modulatie. Bij de radio, de AM, ook wel middengolf gehad, daar staat dus hier 1008. Die 1008, dat is de frequentie van de draaggolf. Dus de draaggolf die heeft een frequentie van 1008 kHz. Het geluidssignaal zelf, die heeft meestal een frequentie van ongeveer 5 kHz. En dat betekent dus dat die op de draaggolf erbij wordt gezet. En dan krijg je dus een gemoduleerd signaal van 1008. En die 5 kHz komt er soms bij en soms gaat het eraf. En dat wordt de bandbreedte genoemd. Ja, dus de draaggolf 1008 kHz, daar stem je de radio af. En de bandbreedte is 10 kHz, 5 aan iedere kant. In die bandbreedte mag eigenlijk niet een andere zender zitten, omdat je anders dus twee zenders door elkaar heen kunt horen. Bij frequentiemodulatie wordt de draaggolf en geluidssignaal ook samengenomen. En samen krijgen ze dus ook weer een FM-signaal, waar dus een geluidssignaal gemoduleerd in is verpakt. Maar nu op basis van frequentie. Hoe gaat dat? Wel, kijk, hier is de amplitude van het geluidssignaal laag. En de lage amplitude die wordt vertaald in de draaggolf naar een lage frequentie. Je ziet hier dat de frequentie hier lager is geworden dan de oorspronkelijke draaggolf. Dus de amplitude die wordt vertaald naar een lagere frequentie. Een hogere amplitude, dat is hier,
Een hogere amplitude wordt vertaald naar een hogere frequentie. Dus lage frequentie, dan weet ik van, oh, dan is de amplitude laag geweest. En een hogere frequentie, dan weet ik van, oh, dan is de amplitude hoog geweest. Op die manier kun je dus het geluidssignaal weer verpakken in de draaggolf. Ook hier krijg je natuurlijk met de radio bepaalde frequenties toegewezen. En hier krijg je het FM-frequentie. En de draaggolf heeft hier weer een bepaalde frequentie. En je ziet dat die veel hoger is dan de frequentie bij de middengolf. En de bandbreedte is ook veel hoger. En dat vertaalt zich in betere kwaliteit van signaal. Het geluid is een stuk beter als de bandbreedte beter is. Eventjes een klein plaatje bij elkaar. Je ziet hier inderdaad het AM-gebied. Die zit in de buurt van de 10 tot de macht 6 hertz. En het FM-gebied, die is hier. En die is dus in veel hogere frequentiebereik. Een andere manier van informatieoverdracht is de digitale informatieoverdracht. Wat houdt dat in? Wel, we beginnen weer met ons geluidssignaal. Ja, het is een analoog signaal. En dat betekent dat als je de minimale en maximale waarde hebt, ja, en dat is hier dus plus 2,5 en min 2,5, dan kan iedere waarde tussen deze twee kan ik aanwijzen. Kijk, iedere waarde tussen deze twee, die kan ik met een lijntje aanwijzen. Wel, zo'n waarde wordt dan vertaald naar een digitaal signaal. Een digitaal signaal is een getal. Alleen getal, dan mag je alleen de cijfers 0 en 1 gebruiken. Meer niet. Dat is op zich redelijk beperkt. Want stel je voor, je doet een getal en daar mag maar één cijfer in worden gebruikt. Dus alleen 0 of een 1, ja, dan heb je maar twee mogelijkheden. Als je een getal hebt die bestaat uit twee cijfers, dan heb ik er vier mogelijkheden, namelijk 00, 01, 10 of 11. En dat gaat dan redelijk vlot op natuurlijk, want als ik drie cijfers heb, dan heb ik al acht mogelijkheden. En met vier cijfers, dan had ik al 16 gedaan. En bij 5, 32. En zo gaat het iedere keer door, iedere keer 10 keer 2 keer 2. Of in het algemeen, als je dus dan n cijfers hebt. He, bijvoorbeeld je hebt een digitaal getal van 1000 cijfers, dan heb ik 2 tot de macht 1000 mogelijkheden. Dat zijn weliswaar heel veel mogelijkheden, maar het is altijd een beperkt aantal. Dus je zult altijd het in stukjes moeten verdelen. En als er iets tussen zo'n stukje zit, dan kun je het niet exact aanwijzen. Hoe gaat die informatieoverdracht dan precies in zijn werk? Oké, we gaan weer naar het geluidssignaal. En stel je voor, ik ga digitaliseren met 4 bits. Dat betekent dus dat ik het geluidssignaal ga vertalen in een getal met 4 cijfers. Dus ik kan combinaties maken met 4 cijfers en het cijfer mag alleen een 0 of een 1 hebben. Dat betekent dus dat ik 2 tot de macht 4, dat ik 16 verschillende combinaties kan gebruiken. 16 verschillende combinaties, oké. Nou, kijk even naar het geluidssignaal. Ja, doe eventjes een stukje ruispapier om. En met ruispapier heb ik hier, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lijntjes. Dus ieder signaal kan ik met 16 hokjes doen. Ja, en ik heb in deze kant hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ik ga het 11 keer achter elkaar ga ik vertalen. Ja, misschien lijkt het nu een beetje moeilijk, maar als ik het voordoe, dan wordt het vast een stuk duidelijker. Let op. Ja, kijk, ieder lijntje. Ja, dat is dus één van die combinaties. Oftewel, het getal 0 helemaal onderaan. Dat is een combinatie met allemaal nulletjes. En het eindigt met een combinatie van allemaal eentjes. Ik ga het eens meten. Ja, de eerste meting. Ja, dat is dus daar. En dat is dus de waarde 13. En 13 komt overeen met 1101. Oké. De volgende waarde.
die is bijna 15. Het zit tussen een 14 en 15 in. En nu zie je al dus dat ik moet kiezen. En ik ga dichtstbijzijnde waarde doen. Dus ik zeg, het zit dichter bij de 15. Dus is de waarde allemaal eentjes. Bij de derde, die zit weer dichter bij de 14. Dus dat is deze. De vierde, nou, die komt mooi bij de 12. De vijfde, ah, kijk, die is de 8. De zesde, die zit bij de 3. 7, 1. 8, weer 1. 9, die zit bij de 3. 10, die zit bij de 6. En tenslotte de 11e, de laatste meting, ja, die zit weer bij de 8. Ik heb dus mijn analoog signaal, ja, hier analoog signaal, heb ik nu vertaald in een digitaal signaal. Ja, het analoge signaal heb ik vertaald in 11 verschillende getallen die hier staan. Die getallen, die kan ik versturen. Ja, en dat is eenvoudig. Hè, het zijn allemaal getallen met eentjes en nulletjes. Dus die worden verstuurd in bijvoorbeeld een puls of geen puls. Of spanning en geen spanning. Dat is eenvoudig digitaal te versturen. En bij de ontvanger wordt het weer vertaald naar een analoog signaal. En dat gaat als volgt. Hè, de eerste waarde, dat is 13. Dus dan zet ik een stip bij 13. Bij de tweede waar is die 15, dus doe ik 15. Derde 14, enzovoort enzovoort. Je ziet dus dat ik stippen zet die niet helemaal overeenkomen met de stippen die ik oorspronkelijk had. Hè? Want die 15, ja, het was niet 15, het was net iets minder dan 15. Dus het is wel een benadering, maar wel een redelijk goede benadering, want hè, als je nu een curve doorheen trekt, dan zie je dat die curve redelijk dezelfde is als ik oorspronkelijk had. Ja, hoe kun je het nou nog verbeteren? Nou, je kunt bijvoorbeeld niet 4 bits nemen, maar je kunt bijvoorbeeld 16 bits nemen of 64 bits. Dat betekent dat je veel fijnere structuur kunt hebben. Dan krijg je hier veel meer lijntjes, zodat je dus in plaats van hier 15, had je inderdaad er echt tussenin kunnen zitten. Dus dat is nauwkeuriger. En je kunt ook, ja, dus meer bits betekent dat je nauwkeuriger kunt digitaliseren. Een andere manier om nauwkeurig te kunnen doen, is dat je het aantal metingen uitbreidt. Ik had nu 11 metingen, maar ik had ook 100 metingen kunnen doen. Ook dat is dat je nauwkeuriger gaat digitaliseren. En het aantal metingen, ja, dat wordt bemonsteringsfrequentie genoemd. Dat is het aantal metingen dat je per seconde gaat doen. Een grotere bemonsteringsfrequentie betekent ook dat je het signaal beter digitaliseert. Zo'n informatie moet worden uitgezonden, bijvoorbeeld met een radiozender. Nu krijg je zo natuurlijk dat één zo'n zender, als die uitzendt, dan heb je in het begin dan wel een behoorlijk sterrensignaal, maar ja, het moet iedere keer verdeeld worden over een steeds groter gebied. Oftewel, het signaal verzwakt iedere keer. Hoe kun je dit voorkomen? Nou, je maakt gebruik van niet één zender, maar je maakt gebruik van meerdere zenders die vlak bij elkaar staan, meestal op één mast. Dan krijg je dat één zender, nou, ik doe even alleen de buitenste, die krijgt dus dit signaal, maar al die andere zenders, die doen precies zelf vlak bij elkaar. En dan zie je dus dat al die golven interfereren, er wordt in feite een front gevormd. En interferentie betekent dus uitdoving, maar ook versterking. Oftewel, het spul wordt ook allemaal versterkt en dat zorgt voor een groot bereik met een goede ontvangst. Kijk, dit is zo'n toren met allemaal diverse zenders erop. En zo wordt een zogenaamde sender array gemaakt. En daarmee wordt de informatie overdracht ook goed geregeld. Oké, nou, dat was het weer. Ik zou zeggen, tot ziens, tot de volgende keer.